Dit is noodopvang. Op dit moment zijn onze reguliere locaties vol. Dat betekent dat we uit moeten wijken naar noodopvanglocaties zoals in evenementenhallen, zoals deze. Dit is een linnenpakket, die krijgt iedere bewoner bij binnenkomst. Het gordijntje is verduisterend, zodat men een beetje privacy heeft. In een normaal asielzoekerscentrum zijn er meer faciliteiten, meer privacy. Zijn zaken gewoon beter geregeld. Blijven we natuurlijk ook langer, kunnen we daar beter in investeren. En hier is het echt nood. Dus veel mensen bij elkaar op een vrij korte ruimte. Maaltijden kunnen mensen dan niet zelf maken, dus ze worden verstrekt. Dus het is allemaal veel meer basic. We hebben gewoon nood. We hebben grote behoefte aan bedden. En we zijn natuurlijk met elkaar op zoek naar niet de noodlocaties, maar echte AZC's. Als we die weer kunnen hebben, dan kunnen we de mensen ook weer niet in een noodopvang opvangen, maar gewoon in een goede locatie. Aan de zijkant van deze kast, dus aan ieder bed, zowel beneden als boven, zit een oplaadpunt, een USB-oplaadpunt voor de mobiele telefoon. Voor de communicatie met het thuisfront bijvoorbeeld. Een beetje Nederlands leren alvast op de telefoon. Een beetje de weg leren kennen hier. Weten wat er te doen is, wat er mogelijk is en dergelijke. We hebben hier een soort van eetruimte voor 160, 180 man, meen ik. Dus als men niet allemaal op tijd eet, kan iedereen daar in de eetruimte terecht. Ja. We verwachten 320 mannen, alleenstaande mannen. Vooral uit Syrië, Afghanistan en Turkije. Aangevuld met wat normaal bij ons in de reguliere instroom binnenkomt. We hebben met elkaar afgesproken dat er geen mensen komen met een overlastverleden. Die overlast hebben gegeven of een hoog risicoprofiel voor overlast. Ook geen mensen die in de versnelde procedure zitten, zoals veilige landen. En er zijn eisen uiteraard gesteld over veiligheid, brandveiligheid, rond corona, etc.